Welkom bij de video review van de Amico Alien SAD 8900. De Alien is een hele kleine op Linux gebaseerde satellietontvanger die je voor nog geen €150 al jouw eigendom mag noemen. Als je het doosje openmaakt, tref je allereerst de vrij forse afstandsbediening aan. Deze is prettig vormgegeven en van verrassend goede kwaliteit voor een receiver in deze prijsklasse. Verder in de doos natuurlijk de twee kleine batterijtjes voor de afstandsbediening, een garantiekaartje met daarop het serienummer van de receiver en de op zich wel goede gebruiksaanwijzing, die echter helaas alleen in de Engelse en Hongaarse talen uitgevoerd is. AstraSat biedt voor de Amico Alien echter ook een iets verouderde Nederlandstalige gebruiksaanwijzing in PDF-formaat aan. Met die gebruiksaanwijzing kan je prima uit de voeten. Het kastje ziet er uitstekend uit. Het klepje van de Amico Alien bedekt de gehele voorzijde. Achter dit klepje treffen we een aantal bedieningsknopjes, de standby-toets, het display en tot slot de kaartlezer aan. Zowel de onderzijde als ook de beide zijkanten zijn voorzien van een groot aantal ventilatiesleuven. Gaan we de achterkant bekijken, treffen we hier allereerst de LNB-ingang en doorlusmogelijkheid aan. Een analoge audio-uitgang, composiet video, coaxiale digitale audio, SCART, USB 2.0, Ethernet, HDMI, een seriële poort, het netvoeringssnoer en tot slot de aan- en uitschakelaar. De firmware van de Amico Alien is de zogenaamde Spark software. Het menu is duidelijk vormgegeven en reageert vlot. De satellietinstellingen zijn zeer overzichtelijk en met de auto-dijsjack optie is ook het instellen van een dijsjack switch voor iedereen kinderlijk eenvoudig. De eenvoud en vormgeving van de software, maar ook de zeer snelle respons op de afstandsbediening, maken het gebruik van de Alien met Spark firmware bijzonder prettig. Het is ook mogelijk een USB of netwerkschijf te gebruiken voor het afspelen van je media of voor gebruik als opnamemedium. De Spark kan namelijk ook opnemen en timeshiften. Het updaten van de firmware kan gewoon online. Er is inmiddels al een 1.2.09 versie beschikbaar waarin diverse functies zijn verbeterd en toegevoegd. Het is normaal gesproken ook mogelijk de kanaal digitaal vastkenlijsten te downloaden, maar in de laatste versie van de software zijn die lijsten plotseling verdwenen. Wij vermoeden dat deze met een URL vrij eenvoudig weer teruggeplaatst kunnen worden, maar dat is ons nog niet gelukt. De Spark firmware beschikt over talloze leuke extra's. Zo kan je onder meer het lokale weer bekijken. Een Nederlandstalig vak en gebruiksaanwijzing ontbreken momenteel helaas in het menu van de laatste Spark versie. We hopen dat de fabrikant die weer terugplaatst. Natuurlijk ontbreken ook de diverse softcams niet. Met MCAS is het mogelijk de kanaal Digitaal of TV Vlaanderen smartcard te gebruiken en met OSCAM kan je een shareverbinding naar een CC-CAM server maken. Zo kan je bijvoorbeeld met een Dreambox in je woonkamer verbinden. Het is ons echter niet gelukt om allebei tegelijkertijd te gebruiken. Het is dus of de smartcard of een share naar een server. De Spark software beschikt verder over een aantal erg mooi gemaakte plugins. Zo tref je onder andere Shoutcast, Picasa, de Opera webbrowser en natuurlijk ook YouTube aan. Nu maar op in je eigen land, want je kunt geen kant meer op. Dat heeft... Ten, nine.
Wij vinden de Amico Alien echt een aanrader. Ook al is het mogelijk een dual boot Enigma 2 te installeren, is dat naar onze mening echt nergens voor nodig. De Spark software op zich is al zo interessant dat wij Enigma 2 geen moment gemist hebben. Wil je meer weten over deze Alien? Lees dan ook de review op zatvooral.com.